Zo, goedenavond. Welkom namens het alumnibureau van de Universiteit de Vrienden van Kopenhagen, de vereniging van alumni. Een vereniging die afgestudeerden van alle leeftijden, alle studierichtingen en allerlei achtergronden en bij elkaar brengt en leuke activiteiten organiseert. En sinds een jaar organiseren wij ook dit soort cafés. Misschien even eerst een praktisch puntje. We zouden het heel fijn vinden als iedereen aanzet en zijn microfoon nog even uitlaat. Maar dan kunnen we een beetje zien wie er allemaal is. En kijk, dan zien we ook echt dat het allemaal jonge mensen zijn en zo. Dus hartstikke leuk. Welkom allemaal. Er was net iemand die nog aan het eten is. Als je aan het eten bent, mag je je kamer nog heel even uitlaten. Maar verder leuk om jullie een beetje in de ogen te kunnen kijken. Het is al moeilijk genoeg om elkaar zo echt te ontmoeten via Zoom. We hebben het afgelopen jaar dit soort bijeenkomsten gehouden in Den Haag en in Amsterdam en Utrecht. En we waren van plan het nu ongeveer in Tilburg te gaan organiseren. En nu hebben we het op deze manier. Dus we zijn heel erg blij dat jullie toch in zo'n grote getal zijn opgekomen. We hebben het vanavond over work-life balance. Nou, dat is een onderwerp wat ook alle generaties aanspreekt. We worstelen er allemaal mee, zeker in deze coronatijd hebben we weer met extra uitdagingen te maken. Dus we vinden het heel erg leuk dat we vandaag Sophie den Hartog bij ons hebben, die alles weet van dit soort zaken, van hoe we op ons werk functioneren enzovoort. Dus zij zal direct in orde. Daarna hebben we deelsessies in vier groepen over de onderwerpen. En dat doen we twee keer. En dan sluiten we samen af. Dus we weten met hoeveel mensen we aan boord zijn in deze sessie. Ik hoop dat we deze hele groep bij elkaar houden tot het einde. Dat het boeiend genoeg is. En we hopen dan ook van harte dat jullie ook tijdens de deelsessies gewoon tellen. En dat je actief meedoet. Je kunt altijd de chat gebruiken. Dan kunnen we ook communiceren. Dan kunnen we ook, als je vragen gooit, even in de chat. Dan kunnen wij die ook weer door. Nogmaals, tof dat jullie er zijn. Normaal zouden we achteraf een biertje drinken, maar wellicht is het een aanleiding om later elkaar te ontmoeten bij het volgende coachcafé. Dan houden we de sfeer er goed in. Wat mij betreft heb ik genoeg gezegd. En Sophie, het is aan jou om ons mee te nemen in jouw verhaal over work-life balance. Dankjewel, Wouter, voor deze introductie. En welkom iedereen. Dit is mijn eerste grote presentatie voor zo'n grote groep online. Dus ik vind het een beetje spannend, dus als ik stotter weten jullie waar het vandaan komt. Next slide, please. Ja, waar we het vandaag over gaan hebben, Wouter heeft het al eventjes aangegeven, maar ja, waarom hebben we het eigenlijk over een werk-leefbalans en wat is het eigenlijk? Dan ga ik nog wat meer over mezelf vertellen. Wat je kunt doen om die werkleefbalans te houden. En ik ben ook benieuwd naar wat jullie al doen. Maar om dit te beginnen wil ik jullie vragen om alvast input te geven over wat je denkt als je, of waar je aan denkt als je aan work-life balance denkt of werkbalans denkt. Dus next slide. Allemaal uitnodigen om naar de link te gaan die ook in de chat. Je kan er met je browser naartoe gaan of met je telefoon. Dan word je gevraagd om je kenbaar te maken. Je mag je naam invoeren, je mag XXX opschrijven als je helemaal anoniem wil blijven. De naam komt sowieso niet in het scherm. En dan komt er, als het goed is, op een scherm met z'n allen een word cloud naar voren. Ja, dus leef je uit. Je mag ook meerdere woorden invoeren. Dus als je aan meerdere dingen denkt, mag je meerdere keren iets ingeven. Oh, wauw, leuk. Ik vind het altijd leuk om het zo goed ziet te zich beweegt. Dus geluk, werk, uiteraard. Energie, grensbeweging voorbij komen. Flexibiliteit. Verdeling, controle. Tijd. Ook veel praktische dingen zie ik voorbij komen. Hobby's, vrije tijd.
Dus nou, hier zie je eigenlijk al een heel breed concept is. Hè. Het beslaat zowel je hele werkleven als ook het privéleven. En het is zo ontzettend belangrijk. If you could go back to my print in the next slide. Sorry, de moderators van onze sessie spreken geen Nederlands. Vandaar dat ik af en toe in het Engels ertussen babbel. Ja, werk-leefbalans is eigenlijk altijd al belangrijk geweest, maar wordt steeds belangrijker, onder andere door de technologie. De technologie zorgt ervoor dat we altijd vooral kunnen werken. En ook altijd en overal met onze vrienden kunnen interacteren. Dus het is altijd een wisselwerking. Dit vervaagt grenzen. En helemaal nu een periode van thuiswerken, wat nieuwe verwachtingen oplevert qua werktijden, productiviteit. Mogelijk hebben jullie al kinderen thuis rondlopen. Hè? Dat heeft allemaal ook invloed op onze werk-leefbalans. Ja, en dat heeft alles bij elkaar invloed op onze mentale en fysieke gezondheid. En die is key, die is cruciaal. Dus ik wil jullie heel graag aan de hand van mijn persoonlijke verhaal meenemen in de verschillende fases en thema's van de werk-privé-balans. Ik had alvast een aantal vragen die jullie vooraf hebben gesteld in mee te nemen. Voel je volledig vrij om je microfoon aan te zetten en mijn verhaal te onderbreken om een vraag te stellen? Mocht dit uiteindelijk te veel worden, altijd stilleggen. Of je kunt ook een vraag in de chat stellen en dan kom ik er na mijn presentatie op terug. Next slide, please. Nou, wie ben ik? Hoi, ik ben Sophie. Beetje een beeld van mij. Ik ben 36. Ik ben een dierenliefhebber. Paanden van de kat heb ik helaas geen foto's. Ik woon met mijn familie en mijn tweeën, die zien jullie op de foto, op een boerderij in België. Ik ben organisatiepsychologe, eigen ondernemer bij Fresh Habits, waar we organisatieadvies geven. Ik ben HR-manager bij een andere organisatie. Ik hou van fietsen, rennen. Ik heb ooit een poging gedaan aan de Ironman, maar dat heb ik helaas niet gehaald. En ik ben onlangs geïnspireerd door mijn 8-jarige nichtje om mijn lange haren in te ruilen voor Bob. En het haar is naar een goed doel gegaan om pruiken te maken voor kinderen. Next slide, please. Ik kom oorspronkelijk uit Zandvoort, velen waarschijnlijk vanwege het circuit. Daar heb ik altijd gezeten op een kleine vertrouwschool met al mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Ik hoorde bij de beste van de en dat allemaal zonder al te veel moeite. En toen ging ik naar de haven. En dat was verschrikkelijk. Ik vond het moeilijk, ik vond het niet leuk, ik moest er keihard werken en ik redde het niet. En toen hebben mijn ouders ervoor gekozen om me naar de tweede van de MAVO te laten gaan. En dat was echt een verademing. Het was leuk, ik kon het bijhouden, worden weer bij de beste. En ik had ook nog tijd om buitenschool met mijn vriendjes even te spelen. En alhoewel ik het op dat moment niet wist en mijn ouders er nooit op die manier specifiek naar gekeken hebben, was dit voor mij het eerste moment dat ik smaakte met een werk-privé-balans. En nogmaals, ik wist dat toen niet, daar stond ik er niet bij stil. Ik heb die keuze ook niet zelf gemaakt. Maar ik ben het gevoel nooit vergeten van wat het met je doet om op werk gestrest te zijn en thuis je ook te voelen omdat je continu met je werk bezig bent, of school in dit geval, en toen in ene keer dat het allebei weer rustig was. Dus door de stress op het werk te veranderen had een enorme invloed ook op mijn privéleven als 13-jarig meisje. Na de MAVO ben ik teruggekeerd naar de HAVO, heb ik 4 en 5 HAVO in 1 jaar gedaan. Dat ging van een leien dakkie. Daarna heb ik de HBO gedaan en na een hele leuke stage in Hongkong wilde ik daar gaan wonen en werken. Next slide, please. Dus zo gezegd, zo gedaan, ik ben naar Hongkong verhuisd. En balans, dat zul je misschien zelf ook al ervaren hebben, is iets heel persoonlijks, voor iedereen anders. Er zijn een aantal facetten waar iedereen rekening mee moet houden.
Maar het is eigenlijk heel persoonlijk. En het kan ook nog eens een keer levensfase afhankelijk zijn. En dus in Hongkong was ik 24. Ik werkte 60 tot 80 per week. Het was het begin van de smartphones. Dus we waren in 24 uur per dag bereikbaar. Dat werd ook nog eens een keer van werk verwacht. Ja, dus het werk was echt een heel groot gedeelte van mijn leven. En op dat moment, om dat te houden, heb ik ervoor gekozen, ben ik er ook een beetje ingerold, om een supervol energiek en uitbundig privéleven te hebben. Dus werk en privé waren beide één en daardoor waren ze voor mij in balans. Als ik daar nu aan denk, heb ik geen idee dat ik godsnaam vol heb gehouden. 3 jaar lang ook nog. Maar ik wist toen wel al dat dit op de lange termijn niet houdbaar zou zijn. En dat ik beter er op tijd mee kon stoppen voordat ik mezelf mijn neus stootte. Want het privéleven was super, maar er gingen ook mensen continu weg. Dus je had ook best wel wat te verwerken in je privéleven. Dus met pijn hart heb ik besloten om eigenlijk op het hoogtepunt Hongkong te verlaten. Want ik was er nog niet daar, maar ik wist wel dat het voor mij de juiste keuze was om psychologie te gaan studeren. Ook wel een belangrijk punt, want balans houden is dus niet per se de gemakkelijke weg. Balans houden is keihard keuzes maken en prioriteiten stellen waar je op de lange termijn het meeste baat bij hebt, maar die op korte termijn best wel eens lastig of moeilijk kunnen zijn. Next slide, please. Nou ja, toen ben ik teruggekeerd. Ben ik psychologie aan de Universiteit Vlichten gaan studeren. Ik durf bijna niet te zeggen hier met allemaal Universiteit Tilburg niet. En naast mijn studie heb ik ook altijd fulltime gewerkt. En toen ik klaar was, dacht ik, nou laat ik er ook nog even een PhD tegenaan gooien. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Mijn verhuizing hield ook in dat ik van mooie Zandvoort naar het pittoreske Belgische platteland ging. Heel erg in mijn hoofd dat ik mijn studie af ging maken en ik ging daar keihard voor werken en na 4 jaar naar het buitenland gaan. Ik heb daardoor de eerste 2 jaar van mijn terugkeer in Europa als een kluizenaar geleefd eigenlijk. Ik ging naar school, ik ging naar werk, ik ging naar huis. Ik had geen privéleven met een sociaal aspect. Maar toen kwam ik er ook achter dat geen sociaal privéleven hebben ook niet goed voor me is. Dus ik heb daar wat aan. Ik ben vrienden gaan maken. Ik ben de hort op gegaan. Ik ben sociaal gaan doen. En ik zit nu nog steeds in België. Dus zo zie je ook dat bepaalde keuzes maken om je balans te behouden ook invloed kunnen hebben op je plannen. Wat niet erg hoeft te zijn ook. Ik heb er geen spijt van dat ik nu nog steeds in België zit. Had ik nooit zo'n mooie band met mijn nichtjes gehad. Next slide, please. Na mijn master vond ik het ook tijd worden om iets psychologie te gaan doen. Daarom had ik het tenslotte gestudeerd. En ben ik bij GTP gaan werken. Dat was top. Dat was echt fantastisch. Ik heb daar een heerlijkheid gehad. Maar op een gegeven moment raakte ik wat verveeld in mijn werk. En ja, dat had ook weer zijn uitwerking thuis. Ik had minder energie. Ik had minder zin om dingen te doen. Dus toen dacht ik, het roer moet om. Ik moet weer iets doen om mijn balans te behouden. Ben ik bij Albert Heijn gaan werken. En daar verdiende ik mijn eerste filmsterrensalaris, zoals ik. Het was een prachtige organisatie, maar het was niet echt mijn rol. En hetgene wat echt heel zwaar voor mij was, was dat ik 3 tot 4 uur van mijn eigen tijd in de auto had. Veelal in de file. Ik woonde in België, het hoofdkantoor, althans het kantoor van Albert Heijn voor deze regio zit in Tilburg. Onder de beste omstandigheden is dat 1 uur en 45 minuten. En die beste omstandigheden zijn nooit op de A2. Dus wat ik merkte is dat ik geen zin had sporten. Ik had weer geen zin om dingen te doen. En dat terwijl sport voor mij, voor mijn hobby's, heel belangrijk is. En het geeft mij ook energie. Dus ik kwam, doordat ik weer die balans was, ook een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat ik steeds minder zin had eigenlijk in dingen.
toen heb ik het rigoureuze besluit genomen. Heb ik 50% van mijn salaris ingeleverd. Mijn auto en mijn pensioenopbouw. En ben ik voor mezelf begonnen. Fresh Habits. Samen met mijn compagnon Jochem. Dat hebben we gedaan omdat we dachten dat we heel veel dingen beter konden doen qua werk. We geven organisaties. Maar ook wel omdat we dachten als eigen ondernemer kunnen we zelf balans houden. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat we geen maximum vakantie hebben. Als je zin hebt in vakantie, als je op vakantie wil gaan en het kan, dan doen we dat gewoon. En houden we elkaar niet tegen. Sterker nog, Jochem zeurt regelmatig dat ik niet voldoende op vakantie ga. Ook hebben we besloten dat we niet 5 dagen per week willen werken. Want we willen tijd houden om onder andere te kunnen sparen. Dus hierin maken we ook de keuze dat we waarschijnlijk minder gaan dan dat we hadden gekund als we misschien wel 5 dagen gaan werken. Ook willen we niet in het weekend werken. Wat soms betekent dat we tot 11 uur 's avonds op vrijdag zitten. Want het weekend is heilig. Als dat is gebeurd, bedenken we daarna wel meteen dat we dit een keer anders moeten plannen. Maar om je weer een idee te geven dat als je bepaalde keuzes maakt, dat we daar constant aan zitten. En dat als jij besluit dat je woensdagavond of je week of wat dan ook heilig is, dat je dus ook dingen moet doen of laten om dat zo te behouden. En toen kwam corona. En in was dat nog wel oké, want we dachten, dit gaat zo weer over. Maar dat duurde voort. Voor mij heel lastig, ons inkomen kwam in het geding. En ondanks dat ik veel vrije tijd had om te doen waar ik mee bezig wilde zijn, ik heb weer wat PhD besteed, ik heb veel gesport, raakte ik door het financiële aspect van de coronacrisis gestrest. Ik werd daar echt onrustig van. Dus heb ik gekozen om een part-time baan te gaan zoeken. En die heb ik gevonden bij Chimpworks. En dat laat voor mij ook zien dat je werk-privé-balans, die kun je behouden door soms iets in je privéleven te doen wat je helpt, werkleven en omgekeerd. En soms moet je iets doen en soms moet je iets laten. Maar er zit een ontzettend sterke wisselwerking in. Als je het ook, om even terug te keren naar mijn haar. Als je er privé last van, ook in je werk, dat je in werk onvoldoende purpose of betekenis toevoegt, ga het in je vrije tijd doen waarin je dat wel kwijt kan. Zet je in voor een goed uit één hoek te komen. Misschien ook leuk om te vertellen, want hier zijn best wel wat vragen over binnengekomen. Ik ben bij Chimpworks in de coronatijd begonnen en helemaal remote. En we zijn weer live. Omdat ik een sociaal dier ben, merk ik ook dat ik op het werk behoefte heb aan sociale contacten. Dus werk-leefbalans is ook een balans in het werk vinden. Als ik aan het werk zou zijn en alleen maar keihard taakgericht bezig ben, word ik niet gelukkig. Dus een balans tussen werk en sociale contacten op het werk is ook belangrijk voor mij. Dus wat heb ik gedaan? Ik had mezelf voorgenomen om met al mijn collega's een videogesprek te hebben om elkaar beter te leren kennen. Het waren er 40 in totaal. Ik ben er 2,5 maand mee bezig geweest om het bij iedereen ingepland te hebben. Maar ik ken nu iedereen, ik heb een gezicht bij iedereen. En het is zowel voor mij als voor de anderen redelijk laagdrempelig om elkaar te benaderen. En ook nu dat ik al wat meer ingeburgerd ben, probeer ik steeds die balans te houden tussen iemand even snel een chatberichtje sturen met een verzoek
of toch even de extra moeite, als het moeite is, te nemen en er een videogesprek van te maken. En in het begin vonden ze me raar. Dachten ze, oh, komt ze weer? Maar ik krijg nu steeds meer reacties terug. Oh, wat fijn om even dat sociale aspect te hebben. Want door die video, je ziet iets op de achtergrond. Je ziet hoe iemand eruit ziet, of iemand blij of ongelukkig kijkt. Dus dat geeft ook veel meer aanleiding om het over dingen te hebben die niet specifiek over het werk gaan. Dus op die manier kun je je collega's, maar ook je medewerkers helpen om een beetje in die balans te blijven. Dus bel vaker en het liefst met video. Overigens, nu dat ik dus twee banen aan het combineren ben, hou ik mijn uren bij. En dat klinkt een beetje suf en dat is misschien ook niet voor iedereen weggelegd. Maar doordat ik mijn uren bijhoud, word ik heel erg geconfronteerd met het aantal uren dat ik werk. En soms ook het aantal uren dat ik niet werk. Dus dat is voor mij een beetje een manier om bij te houden of ik te veel of misschien juist te weinig werk. Next slide, please. Nou, dat was een heel verhaal over mezelf. En ik wil jullie meenemen in een model, want het model van vitaal zelfleiderschap hebben wij dat genoemd. En dat is een tool om je te helpen keuzes te maken en prioriteiten te stellen om te zorgen dat je balans op orde is. Verschillende onderzoeken laten zien dat deze vier domeinen, dus het leren en ontwikkelen, voeding, je fysieke staat en je mentale staat, bijdragen aan jouw fysieke gezondheid. En eigenlijk is een werk-leefbalans niets meer en niets minder nodig om ervoor te zorgen dat je gezond blijft. Dus als we heel eventjes naar het model gaan kijken, wil ik jullie heel eventjes nog kort in meenemen. Je mentale staat, dat is hoe het in je hoofd gaat. En voor je hoofd is het heel erg belangrijk dat je ontspanning hebt. Slaap is ook ontzettend belangrijk. De ene heeft 10 uur nodig, de ander heeft 6 uur nodig, maar je hebt echt slaap nodig. Overigens ook voor je fysieke staat. Maar dat kan ook lezen zijn. Als jij ontspanning haalt door een boek te lezen of meditatie, het maakt niet uit. Ook dit is weer heel erg persoonlijk. Maar wat brengt jou nou rust in je hoofd? Het kan ook een wandeling zijn. Het kan juist zijn het hebben van sociale contacten of juist even geen sociale contacten hebben. En een van de meest recente toevoegingen die hierop is gekomen is sociale media. Want die hebben een ontzettende impact op onze mentale staat. Het altijd aan moeten zijn, snel reageren op WhatsApp-berichtjes, maar ook nog eens een keer een fantastisch leuk leven hebben. We kunnen niet meer uit eten gaan zonder een foto te maken van ons gerecht. Dat is een bepaalde pressure en dat is ook een bepaalde onrust die we meebrengen in ons hoofd. En dat is niet erg, maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn en ook momenten kiezen om dat heel bewust niet te doen. Overigens ook op het werk. Al deze punten gelden zowel in je privéleven als in het werk. Als jij aan het werk bent, helemaal nu dat we veelal thuis werken, pak die pauze. Pak 5 minuutjes weg van je computer. En dat is soms lastig, maar zet een wekker voor jezelf. Plak een post-it op je scherm, maar dwing jezelf om even die 5 minuten pauze te pakken. Eet je broodje niet op achter je computer, maar ga even lekker buiten zitten. En als je geen buiten hebt en het is rot weer, ga dan even op de bank zitten, maar loop even weg van je werk. En dat is iets wat je jezelf simpelweg moet aanleren en je moet jezelf tools en trucjes leren om je eraan te houden. Dus nogmaals, een wekker, een post-it. Je partner die eventueel, of huisgenoten die ook thuis zitten, die jou een por geven en zeggen, hey, je zit al 2 uur achter de computer, het is even mooi geweest. Dan leren en ontwikkelen, die is sterk gelinkt aan onze mentale staat. Maar dat is ook om uitgedaagd te blijven. Dus waar de mentale staat meer zit op rust creëren eigenlijk in je hoofd, is het leren en ontwikkelen meer om je hoofd ook uitgedaagd te houden en aan te hebben. En dat is ook waar ik net aan linkte. Als je in je werk niet voldoende uitdaging hebt, zoek dan uitdaging buiten je werk. En dat kan echt een mentale uitdaging zijn, maar je kunt jezelf ook uitdagen door bijvoorbeeld in een sport te verbeteren of in een andere hobby.
Dus die zit vooral heel erg op een uitdaging nieuwe dingen leren. Dan kijken we naar voeding. Nog zo'n open deur. gezond eten. Wat stop je naar binnen? En we hoeven echt niet allemaal gezond, suiker, glutenvrij en alles te eten. Dat hoeft niet. Maar wees je er wel bewust van. En weet wat voor impact het op jezelf heeft. Ik ben daar een beetje in doorgeslagen. Ik ben inmiddels vegan en ik eet suikervrij. En ik merk echt dat mijn energieniveau is veranderd. En nogmaals, dit is geen promotie voor iedereen om vegan en suikervrij te gaan eten. Maar wel om er eens bewust bij stil te staan. Goh, wat doe ik eigenlijk met de binnenkant van mijn lijf en hoe hou ik dat gezond? Dus ook hebben we het over alcohol, roken, drugs. Wat doe jij met de binnenkant van je lijf en wat voor een impact heeft dat op je gesteldheid? En dan de laatste, de fysieke staat. Dat zit hem veelal in beweging, maar dus ook weer die rust, net als in die mentale staat. Ook frisse lucht. Gewoon, je hoeft niet per se 10 kilometer te rennen. Ook hier is een wandeling maken is ook goed, maar zit niet de hele dag. Blijf in beweging met je lijf en je zult ook merken dat dat ook invloed heeft op je mentale staat, maar ook op je leren en ontwikkeling en op je voeding. Dus ze zijn allemaal met elkaar verbonden. En wat ik net al zei, dit is vooral een tool om eens bewust voor jezelf te kijken van, goh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en waar kan ik de balans uithalen? En hoe kan ik die balans halen en welke keuzes en prioriteiten ga ik stellen? Next slide, please. Weer even een uitnodiging om terug naar de poll te gaan. En nu om aan te geven van, goh, waar ben jij al mee bezig? Wat doe jij al in je leven om die werk-privé-balans te behouden? If you can go to the... Ja. Yeah. Maar dat is ook wel eerlijk, te weinig. Dus dan is het ook, weet je, en maak het ook niet te groot voor jezelf. Begin met kleine stapjes. Hè. Als je zegt, ik doe te weinig, ik ga thuis achter mijn computer zitten en ik werk 8 uur achter elkaar. Ja, misschien is dan de beste stap voor jou om te beginnen met 5 minuten pauze na iedere 2 uur. Of om een keer naar buiten te gaan. Of een vrije dag te nemen. Maar maak het klein dat het niet onoverkomelijk groot is en dat je alleen maar beren op de weg ziet. Begin met kleine dingen. Sporten is veel voor mensen. Hè. Sporten wordt ook wel echt, daar raak je veel vlakken mee. Terwijl de cloud eventueel nog doorbeweegt, zijn er vragen, opmerkingen? Ik wil er wel een uitpakken, Sophie, die me opviel. Want ik had de lijst ook bekeken met vragen die ingestuurd werden. En er zat wel een interessante tussen, zeker op basis van hetgeen dat je net liet zien. Ik zal er geen naam bij noemen hoor, maar iemand had ingestuurd. Soms vind ik het spannend of ik een uitdaging wel aan kan. Hierdoor kan je soms een beetje gestrest raken en niet meer efficiënt aan je taken werken. Hoe zorg je ervoor dat een uitdaging inzichtelijk blijft en niet als een obstakel aanvoelt? En daar had ik zelf bij gezet, hangt dit dan bijvoorbeeld samen met de mentale staat waar je net naar refereerde. Dus kijken of je uitdagingen buiten je werk aan kunt gaan, nieuwe dingen leren die niet werkgerelateerd zijn om zo als het ware een uitdaging wel aan te gaan. Of in ieder geval die staat van zijn te creëren. Ja, zeker. En ik denk ook wel, en ook dit is voor iedereen anders. Soms moet je een uitdaging ook gewoon aangaan en is het erg als je het niet haalt. En nogmaals, ik ben begonnen aan de Ironman en na 161 kilometer fietsen had ik de tijdslimiet overschreden. Dus mocht ik afstappen. Dus hou jezelf niet tegen door de
mogelijkheid om te falen. Als je zegt, een uitdaging is te groot en daardoor komt mijn balans in het geding. Ja, kijk dan ook hoe belangrijk is deze uitdaging voor jou. En zijn er andere dingen die je kunt laten om eventueel wel ervoor te zorgen dat je die balans behoudt. Dus het is continu afweging maken. Wat is voor jou het belangrijkste en waar leg je de prioriteit? Maar je hebt wel doorgaans in je leven een beetje uitdaging nodig om ja, gezond te blijven. Ik hoop dat dit een antwoord was op de vraag. Voor mij wel. Ik weet niet wie de vraag, of die iemand die de vraag herkent. Maar ja, dat linkje met vernieuwend bezig zijn en dan ook vernieuwend handelen, die zie ik wel inderdaad, ja. Zijn er nog meer vragen? Ik had ook nog wel een vraag. Je had het net over... hoor je me goed? Of mijn ja. Ja, mijn oortjes doen het soms niet goed. Ja. Ik ben ook in de coronatijd bij een nieuwe baan begonnen. Dus ik heb een beetje hetzelfde als jij. Wat bij ons is juist een hele erge Zoom-cultuur. Dus juist wel heel erg het videocall is juist heel erg veel. En bij ons wordt er zelfs gesproken over een soort van Zoom-fatigue. Dus dat er eigenlijk te veel gezoomd wordt. Terwijl jij dat juist net gaf als een manier om je collega's juist ook wat beter te leren kennen en zo. Ik vind dat juist heel erg lastig, omdat Zoom bij ons de norm is. Ik weet niet, heb je toevallig nog iets anders qua tips om... om toch wat... Ik voel daardoor wel weinig connectie, zeg maar. Ja. Ja, terecht. Mooie vraag ook. Ten eerste, met het hele Zoom. Ik ben het met je eens. Er wordt enorm veel gezoomd om van alles. Ik vraag me wel af of die Zoom-meetings over persoonlijke aspecten gaan of over werk. Hè. Dat is al een verschil in hoeveel moeite er mensen mee zouden kunnen hebben als jij ze persoonlijk benadert. Maar ik hoor ook bij jou een Zoom-fatigue. Dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen denken aan mensen gewoon persoonlijk bellen, maar dan niet via de Zoom, maar gewoon ouderwets bellen. Of als mensen in de buurt wonen, één op één een kopje koffie gaan drinken. Ja, het klinkt natuurlijk zo makkelijk, maar het is op zich een antwoord wat ik natuurlijk ook zelf had misschien had kunnen zeggen. Het is alleen lastig. Ik merk dat dat soort van niet zo normaal is. Dus dan zou ik degene zijn die daar dan mee moet beginnen. En dat vind ik dan wel weer erg spannend. Ja, en dat is ook spannend. En je zult ongetwijfeld ook collega's hebben die denken, oh god, hier heb ik helemaal geen zin en behoefte aan. Maar ik durf eigenlijk wel bijna te garanderen dat als je op een positieve manier tegen de stroom ingaat, dat 9 van de 10 collega's denken, hey, wat fijn. En dat je misschien wel een nieuwe stroom ontketent. Yes. Nou, ja, dat is ook zo. Thanks. Mag ik hier ook even op aanvullen? Tuurlijk. Oké, want ik herken de vraag die Anouk stelt wel. Zo van, ja, ben ik dan degene om? Wat ik wel merk, dat heel veel mensen die stress ervaren, zichzelf verloochenen. En dat klinkt misschien nu een beetje zwaar. Maar als je echt van jezelf weet, ik heb behoefte aan persoonlijk contact. Of zoals Sofie ook aangeeft, de Zooms die we hebben zijn eigenlijk alleen maar op het werken, op de taken gericht. Maar niet op het sociale. En jij hebt daar wel behoefte aan. Dan is het ontzettend belangrijk om daar wel aandacht aan te geven. En als je dat ook echt behoefte hebt met je collega's te doen, vind een weg om dat te noemen. En waarschijnlijk zijn er veel mensen die dat ook ervaren. Niet allemaal, maar daar kun je dan oplossingen in vinden. Als jullie met elkaar zakelijk de dingen goed doen met Zoom, dan is er zat ruimte om ook de andere dingen te doen. En verder denk ik dat het heel belangrijk is om ook in sociaal je leven te zorgen dat je voldoende ontspanning vindt en je ei kwijt kan. Zodat je dus niet alleen maar op dat werk die sociale contacten hoeft te hebben, maar ook in je vriendenkring, in je familiekring, in je gezin eventueel, die ontspanning kan vinden en dat gemak. Dankjewel, mooie aanvulling, Margriet. Yes, dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Nee? Alles duidelijk? als er geen vragen zijn, dan stel ik voor dat we naar de breakout rooms gaan.
So moderators, this is your key.